dansen, chansen, zuipen, feesten. Want hoeveel tijd zal ik nog hebben? Dat weet alleen God. Lezen, schrijven, aantekeningen maken, het geschrevene op me in laten werken. Maar was dit nu mijn roeping? Ik kon het niet langer aanzien. De schijnheilige rijken aan de ene kant en de onzichtbare aan de andere kant. Makkelijk is het om kritiek te hebben en zelf niets te doen. Zal mijn tong worden. Daarmee zal ik proberen de mensen te bereiken. Iedereen is gelijk. Beslis je eigenlijk wel zelf? Of ga je mee met de massa? Echt het verschil maken voor mensen? Wie weet denkt iemand nog terug aan de man die zijn eigen pad koos.